Yo mensen, Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video van Call of Duty 4. Vandaag doen we weer een potje barebones. Het is weer domination. Dus we gaan even kijken hoe snel we die kunnen fixen. Ik hoop dat mijn team wat beter is dan de vorige video. Want toen had ik alleen maar dat ze voor de kills gingen en niet de vlag gingen pakken. Dus tja, ik had wel de meeste objectives. Ja, dit keer gaan we wel van de vlaggen. Even kijken waar A zit. Die zit hier beneden. Secure an alpha. Capture the objectives. We hebben mensen A, dan B en ik val in het water. Ik ben al B aan het pakken. Dus push je niet door. Ah, ik had hem bijna. Echt bijna. Lekker jongens, lekker. We have the advantage. Hij is een tryhard. Camper en dan ook nog met een thermal sensor. Noob. Even kijken of ik hem achter kan pakken. Losing Bravo. Jongens, hou Bravo. Nekkel. Hostel target. Ja, dat van achter pakken had een beetje gewerkt. Ah, vooruit, pre-aimed. Loop door, joh. Ik pak ook mijn import eventjes erbij. Kijk hoe ze dat gaan vinden. Jongens, hou B. Hou B. Lekker. Eentje te pakken, de rest niet. Nou ja, ik gebruik nu mijn Rampart, dus niet zo'n beter wapen. Zwart moet ik nog even mee inkomen, maar daar ga ik op hardcore wel weer verder mee. Dan was een Fordite, dat zag ik al. K57 terug. Ja, dit bordje ga ik heel slecht, maar oké. Losing B. Hij zat daar achter, jongens. Pak hem. Mooi, we hebben B nog. Wel even snel de vapier vrij krijgen. Ik wil een lekker wapen. Haal, was een quickscope. Ja, als ik ergens hekel aan heb in die game zijn quickscopers, maar nee. Losing Bravo. Zo'n outparty is heel sterk. Jongens, houd Bravo, hè. Zijn goed aan het verdedigen, het gaat lekker. Wij proberen ze nu van achter te pakken. We hebben ook snel Bravo. Bravo. Maar we hebben hem verloren. Enemy down. Ik buk er nog. Taking B. As good as ours. In plaats van te campen met die kutsniper van je, ga ik er spelen. Security. Hostile UAV circling. Problem solver.
Ik had hem gevonden. Dan breng ik even op hem af. Ik ga het nog een keer proberen om hem te krijgen. Oké, jongens pakken. Nou, we hebben deze ronde wel gewonnen. Met een nette minnaam. Maar ja, op naar het volgende rondje. Keep it down, we're not done yet. Mijn god, wat een nieuw heat sensor. Ashes. Had ik ga voor de gein een keertje mijn helis pakken. Daar ga ik altijd wel lekker mee. Secure the objective. Net call. Hostile dart operating. Take in Charlie. Ja, pak weer de squad. Probeer die ook te trainen, maar die ga ik zo'n hardcore lekker op offen. We've taken control. Enemy took Alpha. See lockdown. Kan nu niet goed. Bravo. Maar ja, deze teams zijn beter dan de vorige. Take him Bravo. Ja, er zat één achter me. Konden ze niet alle twee pakken. Moet ik focussen op één. Bravo, lockdown. Losing B. En hun vechten er echt om hier. We lost Bravo. Ja, ik schoot per ongeluk, zij wist dat ik eraan kwam. Ga maar, jongen. Hij gaat weten dat ik eraan kan komen. Ja, iemand heeft nog. Battery expired. Securing B. Eén schoot iets in. Maar ik heb nu heel veel assist, dus ik schoot iets omhoog. Ik sta nu 16 tegen 18. Losing Bravo. Ik zie er eentje richting C proberen te komen. A ga ik niet pakken, want dan spannen wij kloten. Task UAV on my beacon. Attack on profit authorizing sniper helicopter tasking. Zag ik mijn zo eentje achter je. Ze gaan natuurlijk weer proberen het voorbij. Dat raakt nou al.
maar een beetje door. Firebreak requesting attack chopper gas. Lekker, die maat had hem nog. Ik ga weer even lekker vooruit. Het zijn nu 23 tegen 20. Het is slecht, maar ja, voor mijn part is het goed. Als je weet hoe mensen de Domination spelen. Ik zie ze nu al niet meer focussen op de vlag. Ze geven het een beetje op. It's as good as ours. Finish strong. Ja, jongens, deze hebben gewonnen. Geen, zeg maar. Lekker, team. Never a doubt. Good job. Smoke checked. Maar wij zijn niet in Fortnite. Maar... Ja mensen, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dat zal misschien een hardcore worden, want daar heb ik ook echt meer zin in. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laters!